Yes, what up guys, mijn naam is QC en welkom alweer bij een nieuwe video. Uh, ik zie jullie al waarschijnlijk denken van Q, waarom gooi je een video om 7 uur ochtends op een maandag? Wa waarom doe je dit? Nou kijk, ik uh, zal het jullie even uitleggen, ik ben voor plan om elke maandagochtend om 7 uur een motivatievideo te gooien. Want hé, hey, de maandag is nooit leuk. Het is, weet je toch, het begin van de week, je hebt net lekker weekend gehad en dan maandag begint het weer en het is fucking demotiverend. Is, is een goed woord toch demotiverend, laat me denken. Dus de planning is gewoon om elke maandagochtend een video te gooien. Wat allemaal heeft te maken met motivatie. Dus het kan over alles zijn. Over, over ja, noem maar op, man. Over afvallen. Maar dat niet het enige toch wel. Alles. Je hebt in, in, om het leven ver te komen heb je gewoon motivatie nodig. En dat is op allerlei manieren. Jij kan een droom hebben die misschien andere mensen proberen te stoppen of waar jij jezelf voor schaamt. Je kan ook bezig zijn met school of met, uh, met een ander project of zo. Waar, en dat je het even niet meer ziet zitten. En ik wil gewoon elke maandagochtend gewoon een praatvideo maken. En dan om gewoon praten over He, wat kan je motiveren? Persoonlijke verhalen, wat ik heb meegemaakt. Maar ook gewoon van he, wat helpt je verder om gewoon gemotiveerd te blijven. Ik weet dat ik ook een hele aanhang heb en veel mensen die zeg maar gemotiveerd zijn sinds ik ben begonnen met vloggen. En uh, sinds ik mijn leven deel. En dat mensen echt gewoon uh, gemotiveerd zijn om ook dingen te doen. En niet eens afvallen, maar gewoon met alles. Dat ik hun motiveer om, om bepaalde stappen te zetten. Omdat ik dat ook vaak uh, uh, in video's meegaf en zo. En trouwens, wat we gaan beginnen, maak je geen zorgen. Dit is gewoon een extra video. Dus om 5 uur komt er ook gewoon weer een nieuwe video. Maar dit is dus elke maandagochtend de routine. Dus laat ook even een like achter en een comment wat jullie ervan vinden. En uh, dan kunnen we zien of, of, of het mensen echt motiveert en of, of mensen het wel. Uh, uh, ...zeg maar, uh, willen horen. Maar uh, zo, het is misschien is er gewoon een deel die het niet wil horen en al gemotiveerd is. Weet je weet toch, je hoeft niet naar deze video te kijken. Om vijf uur is wel een nieuwe, die moet je wel kijken. Waar ik dus mijn eerste video over wil hebben, dat is dat ik heel erg teleurgesteld ben in mezelf. Ik ben echt gewoon, en dan meen ik uit de grond van mijn hart, gewoon heel teleurgesteld in mijzelf. En ik heb een tijdje tegen mezelf gelogen. En uh, uh, laatst keek ik een video van mij en daar merkte ik in van EQ. Uh, weet toch, waar ben je mee bezig? Wat doe je allemaal? En dat is in principe dat ik laatst een video van mezelf terugkeek en ik zag ineens dat mijn gezicht dikker was. En, 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 en dat heeft me gewoon weer laten nadenken. Van, Q, je weet toch, je bent zo hard bezig. Uh, je hebt zoveel uh, uh, meters al afgelegd. En, en nu ben je alles weer aan het vergooien. En ik wou het heel de tijd. Het zit ergens steeds in je achterhoofd. En dat kunnen jullie ook hebben met andere dingen. Maar iets zit in je achterhoofd, maar je wilt er zelf niet. Aan toegeven, dus je gaat liegen van nee, maar het gaat wel goed. En hé, hey, ik heb uh, weet toch, uh, ik ben nog steeds niet aangekomen, wat trouwens ook niet zo het geval was, maar toch uh, ben je steeds meer langzaam achteruit gaan. Want op een gegeven moment kom je wel weer aan. En ik heb mezelf nog niet gewogen, maar ik keek dus een video en ik zag ineens dat mijn ik vond mijn gezicht zo dik. Dat ik dacht van, hé, hey, ik, ik ben weer aan het terugvallen, man. Na het, het editen heb ik echt, denk ik, meer dan een uur op de bank gewoon wakker gelegen, naar het plafond gestaard. En gewoon mezelf allemaal dingen afgevraagd. En echt gewoon met mezelf gepraat: van EQ, uh, wat doe je allemaal, weet je. Ik denk echt dat ik op dit moment aan het aankomen ben. En dat is niet de bedoeling. Dus daarom dat ik nu al de handrem trek. En gewoon weer die boost naar voren ga maken. Want je moet denken dat je op een gegeven moment. Laat ik het vergelijken dat je op een weg bent. En dit, laat me duidelijk nog even zeggen: dit kan met alles. Het kan met afvallen. Kan met een creatief proces zijn. Kan met school zijn, noem maar op. Ik hou ervan om te werken met voorbeelden. Dus laten we zeggen dat ik op een helling was van. 100 kilometer hè, van heel mijn proces. En ik denk dat ik op een gegeven moment al op 70% zat. Ik was al voorbij de helft. Uh, uh, want 50 is natuurlijk de helft, dat is hartstikke logisch. Maar dan ben je al daarboven. Dus dan heb je zeg maar nog maar 30% te gaan om jouw uiteindelijke doel te halen. Ik kreeg natuurlijk een leasebreuk en dat heeft toen heel mijn proces in de war gegooid. En uh, 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 mijn voeding ging slechter. Want uh, uh, als je stopt met sporten, in ieder geval dat heb ik. Dan, uh, dan heb je zeg maar... Uh, ja, voeding en, en, en sporten werken heel goed samen. Omdat je sport en je weet waarvoor je het doet. Dus als je gaat eten en zo, hè, dan, ga, dan, 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 dan denk je van... ...oh, dit is zonde, want ik heb gisteren nog gesported en dat. Maar uiteindelijk is voeding in 70%. T trainen, en dat is echt zo, is maar 30%. 70% is voeding. Je kan trainen, maar als je erbij eet ook en zo, is op. En uiteindelijk uh, um, uh, sluit dat langzaam erin. In het begin let je een beetje op en zo, dat soort dingen. Maar uh, uh, ik had op een gegeven moment natuurlijk ook... Oh, kijk uh, laatst heb ik weer een video gemaakt dat ik de sportschool in was. En uh, uh, um, ik zeg je eerlijk, tijd is echt bij mij dit weinig nu. gewoon. Uh, dat is echt geen excuus, want ik kan gewoon wel cardio doen en zo. De dokter heeft dat ook gezegd. Maar mijn tijd is niet normaal. Ik, ik zie al bijna mijn fam niet. Mijn, mijn, ik ben alleen maar onderweg bezig, bezig, bezig. Maar. Dat mag geen reden zijn om zeg maar, uh, uh, te stoppen met voeding. Want juist als ik zoveel aan het bewegen ben en een hele dag onderweg ben en ik let ook op mijn voeding, dan, dan, dan val je alsnog af, weet je. En dat trainen, dat komt wel weer. Uh, ik moet sowieso ook gewoon weer uh, de tijd voor gaan maken en zo. Maar uh, mijn leven is op dit moment zo een chaos dat ik gewoon echt alleen maar onderweg ben. En je moet denken dat ik met die auto op 70% was en ik denk dat ik nu ben teruggezakt naar 60%. Ik weet wat het is. En dat is met alles. Op een gegeven moment krijg je te maken met terugval. Op een gegeven moment komt er een moment dat. Dat je, uh, 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 terug gaat vallen. Maar op dat moment moet je een switch maken. Want je moet denken: de, de, de weg daarnaartoe, hè, dat, de, dat is al lang. Maar terugvallen, dus je bent op die helling, hè, het gaat best wel langzaam om naar, die, naar, naar boven te gaan. Maar op een gegeven moment zak je terug en dan zak je naar 60, 50. En voordat je weet, komt er een versnelling. Want je gaat harder naar beneden dan dat je naar boven gaat. En uiteindelijk moest ik daar de handrem zetten. Ik moest gewoon de handrem trekken om te zeggen van hé, hey, nu is het klaar. Ik ga weer beginnen aan mijn creatieve proces. En nee, ik weet niet of ik nog vijf keer in de per week nu ga kunnen trainen. Maar als ik alleen al op mijn voeding let en gewoon gezond bezig ben, dan, dan, dan ben ik weer langzaam omhoog aan het gaan en moet alles gewoon goed komen. En, 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 en ik ben daar nu echt gewoon bewust van. Ik heb met mezelf gepraat van dit kan niet. Want ik heb te veel opgegeven. Ik heb te veel tijd in dingen gestopt. En zoveel moeite, zweet, tranen, noem maar opgedaan. Om zeg maar nu weer terug te vallen. Ik ben te ver om terug te vallen man. Ik moet gewoon naar die 100% gaan. En dat is met alles. Dat kan ook met jullie zijn. Je kan nu iets. Haven, en dat, wat ik al zei, het hoeft echt geen, niet alleen afvallen te zijn. Maar je kan ergens zijn en je bent goed bezig, maar de het terugvallen is zo gebeurd. Je weet toch, je kan bezig zijn met een project. Het kan in één keer fysiek zijn, snap je? En terwijl je misschien wel maanden mee bezig geweest bent, uh, school. Je kan vier jaar mee bezig zijn, de laatste jaar fok je het op. En wat gebeurt er? Je, je hebt niks. Dat, dat heb ik ook gewoon met mijn school meegemaakt. Je hebt helemaal geen. Dus voor mij is het gewoon belangrijk... om gewoon niet meer tegen mezelf te liegen... en gewoon zeggen van... Q, je kan dit. Je kan gewoon naar die top toe gaan. Maar je moet het wel echt zelf doen. En dat is wat ik nu voor plan ben. Ik ben nu voor plan om gewoon echt alles te geven. En, 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 en weet toch, ik ben veel onderweg. Dus dat is in principe al een voordeel. Want het is niet van... oh, ik ga gezonde voeding doen... en ik zit alleen maar thuis... en ik heb geen zin om naar sports sportschool te gaan. Nee, ik ben veel onderweg. Ik ben alleen maar bezig met items maken... vergaderingen van locatie naar locatie toe. En, en, en uiteindelijk moet ik dat gewoon in mijn voordeel gebruiken en ervoor gaan zorgen dat ik gewoon mijn voeding aanpas en, en, en weet je er is gewoon ook geen kijk, ik had eerst een excuus van, ja maar weet je wat het is we eten altijd uh, buiten de deur want we zijn alleen maar onderweg, ik eet bijna niet meer thuis dus dan beland je heel snel in een fastfoodketen snap je, maar dat mag ook geen excuus zijn als dat gebeurt, neem gewoon mijn eigen voeding mee of zoek iets gezonds, ook al moet je lang zoeken weet je, ik moet er gewoon voor zorgen dat ik desnoods mijn eigen uh, boterham meeneem met, uh, met een boterham met kipfilet in plaats van dat ik weer bij een Mackie beland en weer een burger eet, want het ...begint soms van eh, ja, ja, oké, okay, dit keer kan het wel. Maar dan morgen doe je het weer, de dag op doe je het weer. En dat moet klaar zijn. En ik weet dat er geen excuus is, zeg maar, om niet te trainen. Maar geloof mij als ik zeg, als ik s'avonds thuis kom, ben ik helemaal kapot. Vaak moet ik nog heel veel dingen gaan editen, dingen gaan doen. En als ik een keertje gewoon uh, uh, thuis ben en, en ik hoef zeg maar niet te editen of dat soort dingen... ...of ik heb gewoon tijd vrij, ben ik helemaal gebroken. val ik gewoon echt om de vijf minuten in mijn stoel in slaap en zo. En dan ben ik even na tien minuten slapen, ben ik weer een beetje wakker. En dan doe ik weer een beetje mijn dingen en ik ik weet dat is ook heel slecht. Dus daar moet ik ook verandering in gaan brengen. Maar dat trainer gaat wel weer komen. Maar het belangrijkste is dat ik gewoon mijn voeding gewoon echt op pijl ga zetten. En gewoon uh, uh, dat ik gewoon weer lekker gezond door het leven ga. Dus ik heb mezelf gewoon beloofd en... Ik ga het doen. Ik ga mezelf weer helemaal aanpassen. Sorry voor de mensen die ik heb laten vallen met motiveren. Weet je, maar ik kan zeggen: QC is back. We gaan het weer helemaal oppakken. En niet alleen op een maandagochtend komt er een video. Ik ga ook gewoon zeg maar niet dat er elke dag een video komt om 7 uur, maar gewoon een heel mijn vlog gaan jullie natuurlijk. Hè. Ik ben weer anders ingesteld in mijn hoofd. Dus ik ga ook heel het proces natuurlijk weer in mijn, in mijn, in mijn vlog meenemen. En in mijn vlog ga ik het er ook meer over hebben. Want dat deed ik vroeger ook. Praatte ik erover. En op een gegeven moment, ja, ik was zelf ook niet meer gemotiveerd. Het lukte niet meer. Ik was alleen. Me aan, tegen mezelf zeg maar, aan het liegen. Dat het wel goed ging. Maar dat ging het niet. En uiteindelijk uh, uh, wil ik dit gewoon. He, heel dat proces dat ik weer lekker. Met motivatie bezig ben. Op wat voor manier. Wil ik ook gewoon lekker meegeven. In de vlogs. En op, elke maandagochtend. Wil ik gewoon dan een video gooien. Die over motivatie gaat. Want er zijn zoveel dingen. Uh, alles heeft uiteindelijk. Motivatie nodig. En dat kan me echt met alles zijn. Weet je. Jij, jij kan. Jij kan uh, uh, um, zoveel dingen bereiken. Als je alleen al gemotiveerd bent. Uiteindelijk is gewoon. Motivatie die key to success. Maar in ieder geval jongens. Uh, ga jullie lekker. Jullie Week beginnen. Uh, ik hoop dat dit jullie heeft gemotiveerd, of anders niet iedereen dan gewoon een deel ervan. Maar ik kan jullie zeggen: QC is back. We gaan er samen aan werken. We gaan weer lekker gewoon gezond door het leven. We gaan gemotiveerd door het leven. En dan uh, check ik jullie bij de volgende video. Vergeet niet te kijken om 5 uur, man. Ik hou voor jullie, man. Later.